veelal wordt die kwestie van de jihad, het gaan naar Syrië, sowieso het islamitische radicalisme, gevat in termen van geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen die op een bepaald moment ontsporen. Dat is niet helemaal onjuist, denk ik. Dat zit er natuurlijk wel degelijk in, maar er spelen nog heel veel andere dingen een rol die in belangrijke mate veel banaler zijn, zou ik zeggen. En dus je kunt je bijvoorbeeld afvragen, waarom zijn het voor 90% of meer jongens die naar Syrië gaan? En B, waarom zijn ze allemaal zo jong? Dat heeft misschien iets te maken met een bepaalde behoefte in een leeftijdsfase. Behoefte die men daar vervuld ziet en die in het gewone leven dat die jongeren in het Westen leiden, dat daarin ten onder gaat. Dat is een grote hoeveelheid dingen, maar een van de dingen die denk ik belangrijk is en die vaak onderschat wordt, dat is een heel simpel gevoel aan, of een heel simpele behoefte aan avontuur. Het leven is niet bijzonder opwindend. Zeker in de milieus waarin veel van die jongeren leven, die tamelijk, ja, daar gebeuren niet heel veel opwindende dingen in. En plotseling lonkt daar het grote avontuur, dat ook nog eens een keertje de grote gedachte en het grote gebaar, het grote ideologische gebaar, het goede incarneert. En die twee dingen die vullen elkaar aan. Dus aan de ene kant heb je het idee, ik ga nu de wereld verbeteren, om het zomaar te zeggen. Nee, maar dat is in een bepaalde leeftijdsfase is dat heel belangrijk voor veel mensen, denk ik. En aan de andere kant is het ook nog leuk om het te doen. Nee, want het is opwindend, het is een totaal andere wereld die plotseling zichtbaar wordt. De wereld wordt groter. Het is als het ware dat tot op dat moment is een heel klein bioscoopschermpje, om in filmtermen te blijven, met zwart-wit. En plotseling is het cinemascoop een kleur geworden. Ja, dat kan natuurlijk ook op een bepaald moment tegenvallen en heel dramatisch worden. Maar dat hoort erbij. Maar ook die dramatiek. Uiteindelijk kunnen mensen daar ook sterven. Dat gebeurt ook met de hoofdpersoon. Maar ja, ze sterven dan wel op een dramatische manier. Dat is toch iets anders dan met je brommertje onder de tram komen. Dat ik de grootste eer hier zal vinden. Die er voor een boezeheid is weggelegd. Yalla, slama papa. Murad.